nog niet. Maar staat wel blauw-blauw boven? Dat mag niet. Daar ga ik wel vanuit. Kut, kom nou. Boos. Ja, ja, daar heb je het al. Zal ik toeteren? Hij heeft iemand aangehouden, hoi. Zal ik toeteren? Ja, doe maar. Nee, dat is niet. Ik ga even kijken. Yo, mazzel. Er werd gewoon iemand aangehouden daar. Daar is hij weer, hoor, met zijn rode auto. What the fuck, man? Jullie zijn niet normaal, man. Maar alleen, waarom zijn wij niet normaal? Omdat man, jullie niet normaal zijn. Oh, maar alleen, waarom niet? We hebben gewoon een boot gekocht, hè? Daar is toch niks mis mee? Manneke, jij niet normaal zijn. Maar jawel, ik heb gewoon een boot gekocht, hè? Dat moet ik ook gewoon wegbrengen, hè? Maar alleen, ik vind wel dat hier veel herrie is in de stad, hè? Overal die sirenes, overal. Hij staat voor ons daar. Ja. Aan de kant. Oh ja, ja, ja. Wat een leuk. En als ik nou hier rechts af ga, ik ben echt benieuwd of die achter ons aankomt. Ja, zou ik dan gaan toeteren? Nee, niet toeteren, niet toeteren, niet toeteren. Hij heeft zijn wielen al, hij heeft zijn wielen al naar links. Ja, sta, ja, hij gaat, ah, keet om. Hij gaat weg, houdoe. Hij geeft er ook gewoon geen ene zak om, hè. Nee, echt, hè. Ik hoor wel sirenes deze kant te komen, dat vertrouw ik niet helemaal. Ja, maar er is maar één agent aanwezig. Oh, echt? Ja. Ja, die denkt van, die durft niet, want er zitten twee mannen in. Nou, ik ben, dat het gewoon angst ben, is, hè, dat ze niet komen. Ja, maar ik denk dat hij mij nog niet heeft gezien, denk ik. Weet je wat ik denk? Dat ik gewoon eruit ga rijden, dat denk ik. Ja, doe maar. Zullen we voor mij hier? Ja, zet me van mij hier gewoon naar voren. Oh, ik weet het niet, het is veel. Daar is kijken, kale man op boot. Hey, mooie boot, hey, boot of niet? Ik hoop, hè. Dat is nou eens. Dat is nou eens een partijtje om binnen te komen, man. Met zo'n taxi moet je kijken, joh. Gewoon een boot en al, jongen. Ja, de nieuwe taxi, man. Ook gewoon een taxi. Maar alleen, dus bij de winkel. Doen een taxi naar 2019, hè. Dat is allemaal nieuw. Ja, het ziet er goed uit, man. Volgende keer bel ik jou ook in de plaats van die domme gele meis. Ja, dat is goed, man. Yo, man, ja, yo, ik ook nog zien hoeveel ik in de bus krijg. Oh, daar staat wel een auto. Waar? Die gozer die rijdt weg, rijdt die vol tegen de geparkeerde auto. Langs een goede aanrijden. Oh, niet gezien. Waar zijn jullie nu weer heen? Hey. Politie, volgens mij komt politie aan, nee. Meneer, wat is er gebeurd? Ja, ik wou gek doen met de motor, alleen er ging niet. Toen kwam ik niet aan mijn baby. Hoep, waar nippa? Hoes? Zo, de knetter. Ja, wij zijn dit alweer. Ik hoor wel wat, maar ik zie ze niet. Zo. Bel de motor, bel de motor! Nou. Ja. Ik weet niet, volgens mij zijn jullie een beetje aan de kloten in de server, of niet? Bel de motor, bel de motor! Uit welk perspectief zie je dat? Ja, ik ga er ook gewoon bij staan, ga ik ook gewoon zo... Meneer, u bent wel betrokken geraakt in een ongeluk. Even kijken. Nou, wij zijn allemaal betrokken geraakt. Hoes! Dan F5. Via F5 kun je diverse en leg op terug doen, dan gaan we gewoon verder met de roleplay. Want ja, we moeten toch wel even verder. Als je dat begrijpt. Anders is het gefil op hier. Hoe kunt u zo goed driften? Moral, hè, die gozer kan wel goed driften, hè. Wacht even, waarom zit een ambulancier in een futo? Wat is dit, meneer? Via F5. Een ambulancier. Volgens mij heeft hij op hier, man. Die Chevy is van mij. Hey, bel die politie eens. Diverse klikken. Ja, je kunt niet driften. Kijk maar, wees goed politie. Liggen op de rug via daar. Ja, godverdomme, hoe kan je politie dan bellen? Ja, met je telefoon. Ja, ik bel het nog. Ja, maar zegt u? Ga jij eens weg, nu kutmasker. Wat jij, nee, je kunt bij het normaal vechten, jongen, je wordt vechten.
Ja, ik zou mezelf even voorstellen, mijn naam is Alberto Stegeman en nu probeer ik me te bedreigen. Alberto Stegeman. Ja, Alberto Stegeman en Peter. Hoi, gaat fout. Hoi. Ik ga slaan. Dit gaat kijken. Oh, sorry, kidden. Moral, hey, dit is wel een flinke matpartij hier, hè. Holy shit. Meneer van Ambulance. Hoes. Gaat fout. Hé joh, idioot. Hé. Hoes. Hé, staan blijven jij. Hé. Hey. Bel de motor. Ik ben dood. Ik kan niet iemand helpen. Oh, val maar als ze willen. Ja. Zo. Dit levert kijkcijfers op, zegt hij! Moral, hé. Die Alberto Stegeman zoekt alleen maar problemen op, hè. Waarom is hij nou 16 dood? Ik heb zo lang aangereden. Oh mijn god, hé. Maar alleen, meneer de Ambu, kunt gij niet de politie bellen? Zal ik hem aanrijden, Ambu? Nee, doe niet, want ik lig nog dood! Dat maakt mij niet uit. Ja, nee, mij wel! Kreeg je telefoon ook weer tevoorschijn? Ja, weet ik veel. Maar deze, die ga ik wel even rapporteren. Hé, hey, hey. Stap is heel gauw oud. Stap is heel gauw oud. Hey. Nee, was het nummer van de politie, of van de telefoon? Hoe krijg je telefoon? Ja, weet ik niet. Mag je aanrijden? Hé, ik ben mijn been bijna gebroken, idioot. Nee, ik solliciteer om dingen op te lossen. Ik solliciteer om dingen van jou van de straat te houden. Met mijn programma. Ik verdien er veel geld mee en ik haal mensen zoals jou van de straat. Dat is een win-win situatie. Gereanimeerd? Wat? Ja, ik word gereanimeerd. Zo zwak als veel stuk. Oh, Bert of Steegman, ik kan daar niet eens weggaan. Ja. Ja, yo, dank u. Ja, je stok is niet reet down, jongens. Nee, ik hou je aan. Meneer. Ja, wat? Wat? Zwakzielig! Ik heb een hernia opgelopen. F5, die versen liggen op de rug. Hoezo moet ik liggen op de grond? Hey, blijf eens staan. Ik ben toch beter gemaakt? Pak die auto. Ik moet even mensen aan blijven rijden, want dat is mijn motto. Hé, hey, rijd hier allemaal Ga hier gewoon liggen, fuck it. Ga liggen. Ja, voor die auto. Ja, ik ga op de auto liggen. Hoezo moet ik in godsnaam gaan liggen nu? What the fuck, joh. Zet je maar nog even. Ah, kut, hij komt hem afrennen. Jemig. Hé, hey, rijd hier allemaal langs Siraf hier aan, joh. Moet ik gaan liggen. Ik heb al een politie gebeld, alleen ze reageren niet zo snel, hè. Politieblok. Slaan met elkaar, jongens. Kijk, dat is nou kankerzielig. Nee, hoe gaat het met u? Er wordt een paar jongens in elkaar geslagen, zie ik. Ja, nou, wat blijft. Is er nog iemand? Zo, hij mag ze moeten. Ja, aan de overkant. Maar Steve, hoe gaat het, mat? Leefde nog? Ja hoor, ik leef nog, zeker. Blijven halen met een mat. De politie komt eraan. Nee, ik ben dood. Ik hoor. Nou, mag ik weer opstaan, want de stenen liggen niet zo al te lekker hier. Oh, dat, oh ja, dat, nee, daar komt een hulptroep aan. Moral, u zag. Ah, daar is meneer de agent. Maar dat was de Nederlandse politie. Ik heb een goede server, ik heb telefoon over. Jongens. Moral, dat is de Nederlandse politie. Hey, jongens. Meneer, ga je hek houden. Die man die erachter stond, zoek naar twee man dood met een wapen. Zoek naar twee man dood met een wapen. Hoe gaan we met u? Oké, dat is LSD. Hoe kan je dat in ieder geval bedankt dat je het meedeelt. De vlas van je rug, oké. Ik heb het hier heel erg druk. Heeft hij nog ergens anders pijn? Nee hoor. We hebben gunshop, hebben we ook nog. Hè, daar zijn ze eindelijk hoor, wanneer ze nodig moet hebben. Oh jongens, dit is een topsurf joh. Twee slachtoffers, kan ze even helpen? Ja hoor. Gast, die gozer ziet eruit alsof hij regelrecht uit de pornofilm komt. We komen niet tegen je broer dat op Skim Hype. Hier waar je broer zit. Zeg eens even tegen de kuthammer dat hij moet komen. Ja, me too, ik ben ook verkracht. Wat? Nee. Wat?
Hoezo dat nou weer? Ik ben toch beter gemaakt? Verdacht? Zijn jij dat nou? Ben je verdacht? Die zijn nog in de roleplayfase. Oh, sorry. We hebben kracht. Krachtig hoor. Maar waar bleef je nou net? Want ik ben net in elkaar geslagen. 30 keer politie gebeld. Ik denk dat je neerzat, hè? Hoor alleen blijven ademen, hè? Nee, mijn leven zakt weg. Heel langzaam. Ja, ik krijg een beetje last van mijn rug. Daar gaat het. Steeds langer als ik hier blijf liggen. Gaat die kutambulance rustig even verder dan die wegkomen? Zo, zo, doortrain agressief. Ja, die teringambulance zit er nou 5 minuten over om je gewoon te hebben. Ik ga gewoon weg. Wow. Er liggen twee door je straf. Paniek. Degene hier in het mooie vestje. Zeg even via OOC-kanaal aan het. Roep de admin even erbij. En dan regelen we dat af, oké? Godverdomme, die kuthonden. Ja, proberen. Bedankt, man. Duurt lang. Hey, dit duurt wel een beetje lang, hè? Ja. We zitten ook midden op een kruispunt, ja. Dat was al 1. 2, ja, ik ben agent. Ja. Oh jee, er komt nog meer aan. Oh jee. Ja, maar kom op, hé. Ik lig hier al 5 minuten, man. Ik moet dood ermee. Hey, deze service is best wel tof, jongen. Die ambulance, die pakt gewoon een ANWB en die zet hem even ergens anders in, gast. En die student van die voor of zo. Oh, bitch, nou, hij doet dat in verband met dat hij de weg is afgezet. Dat er geen auto meer erin komt. Voor jullie ja, maar dan zijn de politie toch voor om de weg af te zetten. Ik heb er echt eens een voor je weg gekomen. Ja, ik weet het. Ik weet niet of het doen met een admin online is. Ja, kreeg in. Nee, we gaan nog bij u. Ja? Kan je even aan Giel vragen? Heeft hij heel veel pijn? Nee, of waar? Meneer de agent, kunt je hem verwijderen? Dan kan ik er langs. Wat lief? Nu valt het wel mee. Zei je? Okay, kunt u deze persoon aan de kant halen? Zo kan ik verder rijden, hè? Waar zei hij? Nee, hoeveel pijn is hij? Excuses. Van 0 tot? Van? Of van? 10. Ik moet even blijven staan. Waar ik zit? 3. Oké, dan val ik. Zit in ik ga je hier laten liggen als er iets is, gewoon gillen, hè? Yo. Oké, collega, ik denk dat we beter 2 ambus kunnen halen. Dan kunnen we deze bij jou erin gooien. 2 ambus halen? Ja, joh, neem de tijd, hè? De enige ambu, de andere zijn allemaal brandweer en die mogen officieel geen medische taken meer doen. Dus dat gaat niet werken. Okay. En dat doen ze ook echt niet. Oké. Nee, meneer, u blijft staan. Staan blijven! Moral, ik moet ook naar huis, hè? Hey, hoe is het? Ja, meneer, blijf u blijft staan. Hier! Goed, meneer, dan help ik u overeind. Ja. Bij 3 gaan we rustig opstaan, oké? Okay? Anders achterin jouw wagen. Ja, we zetten hem bij mij even achterin. Ja, is goed. Hebben we geen admin of zo die even ambu kan spelen? Nee, dat ga ik niet verstaan. Oké, meneer, bij 3 gaan wij omhoog, ja? Nou, wat gaat er nou maar gebeuren? U gaat nou bij de auto mee, we gaan even naar het ziekenhuis. We gaan even kijken of alles goed verloopt is. Ja, bij mij gaat alles goed hoor. Ik ben alleen omhoog geslagen, voor de rest niks. Andere persoon die mag weer naar huis. Al legt hem maar bij mij achter in de truck, ja, ik ga wel naar het ziekenhuis. Er staat hier een vriend van mij hier, hoor. Meneer, ik ben van plan u hier alleen te laten. Als het is, kunt u... Hoezo altijd, dat, joh? Ik heb u verder al gecheckt. U bent helemaal goed. Zet me maar weer recht op. Zet me maar gewoon... doe gewoon maar een hoofdband over mijn hoofd heen. Meneer, als je overwekelijk zal ga je lopen. Je komt dadelijk, als er nog iets is, naar de huis. Meneer, u blijft nou staan aan deze zin. Dik was een probleem. Hey. Dan krijg je een bekeuring en niet eentje. Oh, donder! Oh, man, alleen je mag maar 3 bekeuringen uitschrijven. 2. Ik haal mijn ambiance voor deze persoon. Oh, wauw. Ja, ze hebben best wel veel banen hier. Delivery, LSFD, brandweer, ambulance. En al je busdrijven, pool cleaner, Cardiff Salvage. Meneer, hallo, kunt u mij horen? Ja, dat heb ik al. Ik kan je horen, ik ben niet doof. Oké, dan. Nee, dan kunt u opstaan. Dat is mooi. Je gaat niet meer met mij de ambulance in. Anders doe ik het zo moment. Ja, ik hoef niet mee naar het. Ik ben alleen op mijn hoofd geslagen, zeg ik net. Moraleda, haar hoofd, dat is zo, hij is gewoon lelijk geboren.
Hem bedankt! Ja? Gels reageert even niet. Gels reageert even niet, dus... Gels reageert niet. Heeft u die ID-nummers? Dan kunnen jullie die doorgeven. Straks. Ja, maar... Zal ik eens sprongelijk tegen zijn pietswagen aanrijden? Ja, doe dat. Wij kunnen ook lastig, ze ben ook tegen de politie en ik kan momenteel niet overal spelen. Ja. Pas jongen! Meneer, weg! En je kan dan weer verder. Weg, ja, doei. Weg! Schiet nou toch eens even op, man! Mag mee naar het ziekenhuis. Op drie, op hoezo op mag... Gil, blijf staan! Ik heb een paar keer alleen op mijn hoofd gehad. Hoef ik toch niet mee naar het ziekenhuis te gaan? Ik moet u toch... Zeg eens dat hij bij je hoofd moet kijken. Ja, kijk eens even bij mijn hoofd dan. Kan ik langs. Wat? Dus zet me gewoon neer, dan kan ik gewoon verder gaan. Ik ben gewoon in een... Ja, vind je het gek als ik 10 minuten op de grond ligt? Ja, precies. De asfalt is stukken beter. Moet jij die vent met die boot niet aanhouden? Hé, hey, moet jij die vent met die boot even aanhouden? Die is gewoon hier weggereden. Die dadelijk ook doen ook, dat is geniaal als die dat doet. Held. Oh. Maar staan hier om mij te helpen. Ik heb straks heb ik ook al 80 keer de politie gebeld en die opkomen de hoge. Je krijgt een boete. Ja, hij gaat naartoe. Weg. Kijk erin. Zo, dan wordt dat pleuren ze lopen, man. Lopen zul je. Ik stapte even uit de auto. Ik heb gewoon zo onnodig in elkaar geslagen. Maar ik zat nog ineens hier in die roleplay. Dus ik weet nog ineens wat er gaande was. Dus ik ben gewoon uit het niets. Dus ik ben gewoon uit het niets in elkaar geslagen. Door, ja, of het zou een foutje zijn, want er stonden hier meerdere mensen namelijk. Wat zei je? Zat hier een golfkarretje? Ja, maar het gaat voor de rest wel goed met mij. Dat gaat het, nou, dat gaat het niet, hoor. Nou, weet je dat wel zeker, hè? Ik ga vragen of ze die golfkar aan de kant kunnen zetten. Nou, oké. Hallo, kan iemand die kan iemand dat golfkarretje aan de kant zetten? Hey, hey, dan hey, dan hey. Langs, hey. Krijg je een schop onder je kont. Ja, dat is wel lekker. Volgens mij zie je dat. Ja, Gert. Dan krijg je ook een schop onder de kont. Maar laat je maar met die boot weer. Meneer, even wegwezen. Als jij meneer, u krijgt van mij een bekeuring. Niet, dus als je gaan helpen. Ja, maar alleen geef maar een bekeuring, dat mag niet. Wat zei je? Geef maar een bekeuring, dat mag niet. Nou, ze hebben maar recht in de ambu zitten. Want ik kan niks. Ja, oké, maar in ieder geval dus wilt geen zorg. Als je even krabbeltje onderaan het formulier zet, dan gaan wij er weer vandoor. Nou, is goed, dat doen we. Maar alleen lukt het me schraven of wilde mijn pen hebben? Ja, of is dat je type niet? En als het gewoon niet lekker gaat, dan kom ik vanzelf naar het ziekenhuis toe. Ik kan omhoog gaan, ik neem het formuliertje mee en dan pers. Fijne dag nog. Nou, dankjewel. Alleen, ik kan niet opstaan. Alleen, bij deze is die al betaald. Alsjeblieft. Hé, maar jongens, ik ga niet opstaan. Help. Met wie? Meneer, moet die ergens zien? Ja, maar dat gaat niet. Kunnen we wel even brengen? Doe eens op F3. Waarom? Ik heb mijn eigen auto. U heeft een eigen auto? Ja. Is hij alweer beter of niet? Oké, dan is ik het fijn. Maar alleen, ik kan toch niet weg als deze wagen hiervoor staat, hè? Ja, dat staat. Maar... Dan deze, die staat in mijn weg. Ja, dank je. Alsjeblieft. Masso. Ik moet helaas gaan. Handel, u doet me af met hem.
Oh, fijn, hij knijpt er ook gelijk tussenuit. What the fuck? Oh, geen ambu meer? Ik ga die wagen gewoon stamp geven, let op. Ja, doe dat. Ik word hier in elkaar geslagen! Oh. Alleen, dat was een starttrekking, nee. Ik zou hem gewoon aanhouden. Zag je dat? Hé, joh, je moet je bek houden! Ja, kut dan, jongen! Vuile hond! Kut! Moet je weg dan zo, jongen! Vuile viezerik! Ga dan de kant, man! Afstand houden van mij! Holy fuck! Wat was dat? Nou is het klaar! Hier is sowieso een groene zone, dus... Wegwezen hier. Dit is de groene zone niet meer. Het is klaar, jongens! Klaar! Ja, voor jullie ook, want dit is een groene zone. Dus... Ja, dit is een groene zone, hoor je dat? Klaar. Nou, luister naar meneer Gent, hè? Neem je mee, hè? We lopen hier gewoon, joh. Ja, we lopen hier gewoon, zomaar. Rectomotion.